Dit is een daily editie van Alle Geschiedenis Ooit, waarin Arco Gnocchi, Tom Aalmoes en ik, Nienke de Jong, je meenemen langs de belangrijkste gebeurtenissen van deze week in het verleden. We zijn natuurlijk ook te beluisteren op zaterdag op Podimo. Afgelopen weekend kwam daar een aflevering over de Grand Tour uit. Arco over ja eigenlijk het begin van het toerisme in uh, Europa. Ga naar podimo.nl/slash alle geschiedenis ooit voor 30 dagen gratis Podimo. Zeer aan te raden. Link in de show notes. Oké, okay, Tom, wij gaan terug naar 2 september 1945. En dit is het moment. Dat dan eindelijk, toch echt, na jaren vechten, de Tweede Wereldoorlog ten einde komt. Spoiler alert voor alle mensen die Radio Oranje luisteren. <laughs> die weten nu hoe het eindigt. Uh, ja, nee. Dus uh, Japan geeft zich dan over. En de aanloop hier hiernaartoe... Het was een beetje rommelig. Uh, want dat is een oorlog natuurlijk, maar goed. Uh, maar op 26 juli eerder dat jaar was al de verklaring van Potsdam uitgegeven, waarin de geallieerden zaten van een kopje pan. Ja. Je weet dat het einde eraan komt. Dit zijn onze eisen, geef je over. Dan gaan we dit gewoon netjes oplossen. En waar het zo lang op bleef haken, vooral was toch dat de keizer afstand moest doen ja. van, zijn, van zijn goddelijke positie. Ja, dus dat. En ook dat gewoon heel veel van uh, opperbevelhebbers moesten allemaal weg en moesten berecht worden voor oorlogsmisdaden. Dat ja. is ook nog uh, uh, wel een ding. Um, ja, dus dat was inderdaad de eisen waarvan de autoriteiten moesten opstappen. Militaire eenheden moesten ontbonden worden, ze mochten niet meer aanvallen. Gebied werd ingekort, ze moesten democratie invoeren. Uh, uh, Gewoon echt best wel ingrijpende eisen. Um, en Japan stond er op dit moment echt, echt heel slecht voor. Uh, door eilandhoppen waren de Amerikanen echt steeds dichterbij gekomen, beetje bij beetje. Maar dat vechten was heel moeizaam traag en bloederig. En elk eiland innemen kostte zoveel levens... Ja. aan allebei de zijden. En geen op... enkele Japaner gaf zich over. Dat was gewoon... Je moest elke vierkante centimeter... Moest je met, met, met levens bekopen. Gewoon om te veroveren. Ja, En ik las ook echt een cijfer van Okinawa... dat uh, van net iets meer dan 100.000 man... van de Japanners die daar gestationeerd waren... 94% is daarbij omgekomen. Ja. Dat, dat zijn echt cijfers... dat, dat schrik je van. Um, en ondertussen... Voerden ze ook nog de druk op door het vasteland te bombarderen. Dus uh, Tokio heeft ja. volgens mij op dit moment al uh, is helemaal gruis, uh, gebombardeerd. Ja. Uh, alle belangrijke rivieren, de uh, mondingen daarvan worden helemaal uh, volgegooid met mijnen. Het wordt echt onmogelijk gemaakt voor Japan om nog verder te gaan. Maar ze kunnen zich niet overgeven, omdat daarvoor het, hoog, uh, het opperbevel, uh, dat was een soort van raad van zes man en die moesten unanime besluiten mm. nemen. En de helft zat gewoon van nee, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. Japan geeft zich niet over. Tot de laatste man gaan we doorvechten. Terwijl de redelijke, gewoon de drie anderen, staat ja. echt van, gast, kijk om je ja, heen. Het is, ja. klaar. het is klaar. En dus uh, besluiten de Amerikanen uh, over te gaan uh, tot hele, hele drastische stappen. En op 6 augustus valt de eerste atoombom ter wereld uh, op Hiroshima. En Japan geeft zich hierna nog niet over. Uh, Zoals de Japanse keizer zegt als hij het nieuws verneemt: dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in ons voordeel te zijn. <laughs> oh jezus. Jezus, het is zo duister. En uh, op 9 augustus, dus uh, drie dagen later, valt de Sovjet-Unie, die was nog niet in oorlog met Japan tot dit punt, valt het noorden van Japan binnen. En uh, een paar uur later gooien de Amerikanen de tweede atoombom uh, op Nagasaki. En nu zien ze toch echt wel een van dat. En de Sovjets er nog bij komen. En gewoon dat het duidelijk is dat de Amerikanen gewoon doorgaan tot ze stoppen. Gewoon, hoeveel steden mm. wil je verliezen? Yeah. Um, en daarmee geven ze zich over. Dus de keizer uh, Hirohito uh, capituleert. En uh, dat wordt op 15 augustus bekendgemaakt. Op 2 september um, wordt dan uiteindelijk uh, op een Amerikaans schip in de baai van Tokio de vrede getekend. Yeah. En daarmee is het klaar. En al die Japanse soldaten, die geloven het niet. Nee. Weet je, dat het echt is. Die denken dat het een trucje is van Amerikaan Amerikanen oh, ja. of zo. Want het, ja. het hele concept was dat je niet ging overgeven. Bedoel, ja, dat, dat, dat het, is waar ja. we het de hele tijd over hadden hier. En voor ja. de Japanners was het ook heel moeilijk. Want die hele keizer dat was natuurlijk sowieso een mythisch, we mythisch figuur. Afstamming ja. van, had, van een letterlijke god. Ja. ja En ze hadden zijn stem nooit gehoord. Dus toen hij op, mm. de, op de radio en op de, op de luidsprekers kwam van we geven ons over. Wisten ze niet naar wie ze luisterden, zeg maar. Maar dit ja, is natuurlijk zoveel mensen in al die krijgsgevangenen kampen en in de oorlog zelf per dag. Dat ik bedoel, elke minuut telde natuurlijk. En dat ja. ze het zo lang hebben uitgerekt nog zo verschrikkelijk. Dat was ook de calculus van de Amerikanen natuurlijk met die uh, bommen. Van ja, dan vernietigen we hele steden. Komen er tienduizenden, honderdduizenden 10 mensen bij om. Ik weet niet precies wat de slachtoffers zijn. Ja, ja, wel um, in de honderdduizenden. Ja. ja, maar de man met het idee van ja, dit is minder dan wanneer wij het vasteland binnenvallen. Ja. Um... Ja, en ze hebben uiteindelijk toch nog een deeltje weten te maken dat die keizer wel mocht blijven zitten. Ja, Alleen dus had dat hebben was... ze dan toch nog gekregen. Ja, die deal had veel eerder gemaakt kunnen worden, maar ja. Ja, goed, dat is makkelijk zeggen. nu. Ja. Dit was een daily aflevering van Alle Geschiedenis Ooit. Zaterdag komen we uit met een nieuwe aflevering en dat is onze honderdste, honderdste reguliere aflevering van Alle Geschiedenis. En in die aflevering hebben we alle drie een verhaal meegenomen wat de andere twee nog niet kennen en waar we elkaar mee. En jullie um... hopelijk ook niet. Om de oren slaan. Ja, dat hopen we maar. Vergeet je niet te abonneren op de podcast zodat je hem niet mist.